Yo, Nintendo fans, gefeliciteerd met de Nintendo Switch. De Nintendo Switch bestaat vandaag namelijk precies 4 jaar. En net als in 2018, 2019 en 2020 maak ik ook op 3 maart 2021 weer een top 10 lijstje van Nintendo Switch games die het afgelopen jaar zijn uitgekomen. Dus als je bijvoorbeeld denkt, waar is The Legend of Zelda Breath of the Wild? Ja, die zit dus in mijn jaar 1 video. Dit is mijn jaar 4 video. Klik dus snel even op dat duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren, want op dit kanaal zie je iedere dag Nintendo video's. En oh ja, gooi ook even jullie top 10 natuurlijk hieronder in de reacties. En dan gaan we snel beginnen met deze top 10. Nummer 10. Hyrule Warriors Age of Calamity. I think you are now ready. Ready to hear what happened 100 years ago. Deze game speelt zich 100 jaar af voor The Legend of Zelda Breath of the Wild. En waar Breath of the Wild een game was waar je vrij rustig aan kon doen, dat is Hyrule Warriors Age of Calamity absoluut niet. Het is een heel ander type game. Dit is een hack and slash game wat inhoudt dat je gewoon keihard op grote hordes vijanden in moet hakken. Dat klinkt misschien heel saai en eentonig, maar dat valt mee. Want je krijgt gedurende je avontuur de beschikking over verschillende characters zoals Impa, Zelda, Link en alle uitverkorenen. En als ik de uitverkorenen noem, Urbosa, Revali, Daruk en Mipha, dan heb je gelijk een tof aspect te pakken in deze game. In dit deel van Hyrule Warriors kom je namelijk te weten wat er gebeurd is met deze uitverkorenen, met Link, Zelda, Impa en de rest van iedereen die je nog kent uit Breath of the Wild. Want wat was bijvoorbeeld precies de rol van Link 100 jaar geleden en wat heeft Zelda nou precies gedaan? De antwoorden op deze vragen krijg je natuurlijk tijdens het spelen van deze game. En dat was ook wel gelijk het leukste aspect aan de game voor mij. Ik hou persoonlijk namelijk niet heel erg van dit genre en daarom staat hij ook zo laag in deze top 10. Maar hey, uiteindelijk is die gewoon meer dan 3 miljoen keer verkocht. Nummer 9. Borderlands The Legendary Collection. Game publisher 2K heeft het afgelopen jaar hele vette games naar de Nintendo Switch gebracht, waaronder een Bioshock collectie, een XCOM collectie, maar ook een Borderlands collectie. En die was echt heel vet. Dit is echt een perfecte port naar de Nintendo Switch. Bij veel games van andere bedrijven die naar de Nintendo Switch komen, maar ook te spelen zijn op de PlayStation en de Xbox, merk je dat heel erg. Bij Borderlands merk je dat bijna niet. De game loopt zo ontzettend vloeiend. Hij schiet heel erg lekker. Het is een looter shooter, dus er zit heel veel replay value in. De verhalen van de Borderlands games zijn stuk voor stuk erg boeiend. En de karakters zijn ook nog eens heel interessant. Ik vind vooral het stijltje van Borderlands echt geweldig. Het lijkt gewoon alsof je rondloopt in een digitaal stripboek. En daar hou ik wel van. Ik hou van stripboeken. Ik hou van shooters. Ik hou van bizarre actie. Dus ik hou van Borderlands. Nummer 8. Pikmin 3 Deluxe. Dit is zo'n schattige game en ja, ik zei al dat ik van rustig verhalende games hou en dan moet Pikmin 3 Deluxe natuurlijk ook in dit lijstje. Dit keer speel je niet met Captain Olimar. Nee, het blijkt dat je uiteindelijk op zoek moet gaan naar Captain Olimar, want die zit gigantisch in de problemen. Met een crew van 3 astronauten trek je de werelden in, gaat er van alles en nog wat fout in deze werelden. Je spaceship gaat kapot, je moet op zoek naar je kompas, maar gelukkig zijn daar de
schattige Pikmin om je altijd uit de brand te helpen. De verschillende kleuren Pikmin hebben ieder hun eigen vaardigheid. Zo kunnen de gele Pikmin tegen elektriciteit, de rode zijn vuurbestendig, de blauwe kunnen zwemmen en de roze kunnen vliegen. Het is natuurlijk waar dat Nintendo heel veel games gewoon poort naar de Nintendo Switch. Je kan dat stom vinden en dat snap ik wel, maar aan de andere kant hebben heel veel mensen geen Wii U gehad, waardoor ze deze games nooit gespeeld hebben. En laat de Nintendo Switch nou mijn favoriete console aller tijden zijn. Dus ik ben blij met iedere game die er wordt uitgebracht voor deze console. En daarom zet ik Pikmin 3 Deluxe ook gewoon schaamteloos in mijn top 10. Nummer 7. Immortals Fenyx Rising. Let the tale of Fenyx be my redemption. Not another of your boring stories. How long is this going to take? Dit is een nieuwe IP van Ubisoft en deze game draait geheel om de Griekse mythologie. In Immortals Fenyx Rising moet je verschillende goden gaan helpen om hun kracht weer terug te winnen. Bijvoorbeeld Aphrodite, maar ook Hermes en andere goden komen langs. Als je naar deze beelden kijkt, dan zal je zien dat dit best wel wat weggeeft van The Legend of Zelda Breath of the Wild. En laten we eerlijk zijn, dat is niet per se een slecht ding. The Legend of Zelda Breath of the Wild was misschien wel de beste game voor de Nintendo Switch volgens veel mensen. En Ubisoft dacht, nou, daar kunnen wij wel wat mee. De game is bijna volledig open wereld. Dat houdt in dat je kan gaan en staan waar je wil. De game zit vol met puzzels, met leuke karakters en humor tussen Zeus en Prometheus. Ja, niet iedereen vond deze humor even leuk, maar ik heb er stiekem best wel van genoten. Deze game biedt 40 tot 60 uur vermaak. En je hoort het al, dit zijn allemaal positieve punten, maar waarom staat die dan niet iets hoger? Nou, dat komt door de kracht van de Nintendo Switch. Je ziet wel duidelijk dat die heel veel beter is en mooier draait op de PlayStation 5 en de Xbox Series X. Dus dat is wel een klein minpuntje, maar qua game is dit absoluut een topper. Een aanwinst voor de wereld van videogames. Now it's up to me to prove it. Nummer 6. Little Nightmares 2. Ja, je zag het al. Deze game is vaag. Misschien eng, maar niet te eng, mijns inziens. Ja, tenzij je natuurlijk nog heel erg jong bent, dan kan je deze misschien beter niet spelen. Little Nightmares 2 is een side-scrolling puzzle game. Dit houdt in dat je van links naar rechts in het level moet lopen en daarin kleine puzzeltjes moet gaan oplossen. In Little Nightmares 2 speel je met een kleine held genaamd Mono en die gaat samenwerken met Six. Samen moeten ze ontsnappen uit een huis waar een jager woont en die jager heeft natuurlijk een heel groot geweer. Ja, en die moet je wel even zien te ontwijken. Nadat ze zijn ontsnapt, belanden ze in een school. En natuurlijk is in deze school ook het een en ander aan de hand. Overal in de wereld zie je grote poppen en rare wezens. En ja, als je daar niet tegen kan, moet je deze links laten liggen. Maar hou je een beetje van spanning, dan is dit misschien wel de allerbeste keus van het vierde jaar voor de Nintendo Switch. Nummer 5. Nexomon Extinction. Ja, dit is toch wel de verrassing voor mij van het afgelopen jaar. Nexomon Extinction kwam uit in augustus 2020, maar ik kwam er eigenlijk pas in januari 2021 achter. Hoe kan dat nou, hè? Ik ben zo'n grote Pokémon-fan. Ik hou van monster-catching games en van deze game had ik gewoon nog nooit gehoord tot ik hem zag in de PlayStation Store. Vervolgens heb ik hem gekocht voor de Nintendo Switch en ben ik ook een serie begonnen op dit YouTube-kanaal. En ik weet dat jullie die serie best wel cool vinden. Nogmaals, ik hou heel
heel erg van Pokémon. En als jij ook van Pokémon houdt, maar het misschien iets te makkelijk of te kinderlijk vindt, dan zou dit wel eens een goede vervanger kunnen zijn. Met de humor in deze game nemen ze Pokémon af en toe flink in de maling en dat is best wel lachen geblazen. En het verhaal is ook dikke prima. Je gaat niet op zoek naar gyms om in te battelen, nee, je krijgt een mysterieus ei aan het begin van de game en die moet je zien uit te laten komen. En verder zal ik niks verklappen, want je moet het gewoon lekker zelf gaan spelen als je van Pokémon-achtige games houdt. Nummer 4. Super Mario 3D All-Stars. It's me, Mario. Ja, Super Mario 3D All-Stars is natuurlijk fanservice van het eerste uur. In deze collectie zitten Super Mario 64, Super Mario Sunshine en Super Mario Galaxy. Je krijgt hier dus 3 games voor de prijs van 1. Ik had Super Mario Galaxy nog nooit gespeeld omdat ik de Wii niet zo heel erg tof vond met de motion controls. Dus dit was mijn allereerste ervaring met Super Mario Galaxy. En als dit ook jouw eerste ervaring is met Super Mario Galaxy, is alleen die game gewoon al 60 euro waard. Ik vond het geweldig om over al die planeten rond te lopen en daar de geheimpjes te ontdekken die ze verstopt hadden in de levels. Mario springt zo lekker in Super Mario Galaxy. Het is fantastisch en nu werkt het ook echt heel erg goed zonder die stomme motion controls. Tijdens het spelen van Super Mario Sunshine merkte ik dat daar ook wel het een en ander verbeterd is, want ik kreeg veel minder frustraties, met name van de camera. De camera in Super Mario Sunshine voor de GameCube is namelijk echt heel erg tergend en je wordt continu gestraft voor fouten die je eigenlijk niet eens zelf maakt, maar de fouten maak je omdat de camera dus gewoon niet meewerkt of dat het level een beetje raar gedesigned is. Op een of andere manier speelde Super Mario Sunshine op de Switch toch een stuk lekkerder en daar was ik best wel blij mee. Het enige jammer aan deze game is dat er eigenlijk niks is gedaan aan Super Mario 64. Die game had echt een mooie poetsbeurt kunnen gebruiken zodat die ook nu echt weer relevant wordt, want veel Nintendo 64 games, ja, die zijn eigenlijk toch niet echt lekker speelbaar meer in deze tijd. Tja, kom maar op jongens met Super Mario Galaxy 2. Ik heb er zin in. Nummer 3. Super Mario 3D World plus Bowser's Fury. Ik twijfelde of ik deze op plek 3 of 4 moest zetten, maar ik zet hem dan toch nipt op plek 3. En dat komt eigenlijk door Bowser's Fury. Bowser's Fury duurt niet zo heel lang. Je bent er in een uurtje of 7 à 8 wel helemaal doorheen. Dan heb je hem 100% uitgespeeld. Maar Bowser's Fury laat zien hoe de toekomst van Mario games kunnen zijn. Bowser's Fury is namelijk één gigantische watervlakte met verschillende eilanden. En dat is dus volledig open wereld. En hoe vet zou het zijn als we zo'n soort open wereld game in de Mario franchise gaan krijgen. Het is onwijs vet om die battles te doen tegen deze gigantische Bowser. En als je dan ook groot wordt met Kat Mario, dan loop je ineens als een of andere grote kat over al die kleine leveltjes heen. Het is super tof. En dan hebben we het helemaal nog niet gehad over Super Mario 3D World. Ik speel 3D World op dit moment met een aantal kijkers op twitch.tv/Rickachu en dat is echt enorme fun. We proberen de game 100% te completen en we hebben zo gelachen. De toevoeging van de kattenpakjes aan de game zijn echt fantastisch en dat zorgt voor een hele nieuwe dimensie in de wereld van Mario games. Is dit de beste 3D Mario game of gaat die titel toch naar een andere Mario? Nummer 2. Paper Mario, de Origami King. Ja, ik denk dat jullie deze game niet zo hoog hadden verwacht, maar ik heb zoveel fun gehad met Paper Mario The Origami King en tegelijkertijd heeft hij ook heel veel betekend voor dit YouTube kanaal. Paper Mario The Origami King had naar mijn mening best wel een heel goed verhaal. Ik denk dat het een van de eerste keren is geweest dat ik echt zo heb meegeleefd met een bepaald karakter in een Mario game. Jullie weten om wie het gaat, hè? Rest in peace,
Bobby. Bobby is een bobomb die zijn lontje kwijt is en hij probeert je te helpen door het avontuur heen. Ik zal niet te veel spoilen, maar Bobby is eigenlijk wel gewoon de held van Paper Mario The Origami King. Er is genoeg op deze game aan te merken. Zo mogen er geen aanpassingen meer worden gedaan aan oude Mario karakters in Paper Mario games. Dat houdt in dat ze Mario of Peach bijvoorbeeld niet ouder mogen maken of überhaupt een ander pakje aan mogen laten trekken. En dit heeft als resultaat dat er misschien een aantal vreemde boss battles in zitten. Je moet vechten tegen een schaar, een niet-machine en dat is misschien wat raar. Ook zijn er veel mensen niet helemaal tevreden over het battlesysteem. Je moet een aantal schijven ronddraaien en dan moet je de vijanden op de juiste manier positioneren. En mensen vonden dat gewoon niet leuk. Ik snap dat, maar ik had de oplossing gevonden om gewoon zoveel mogelijk muntjes aan de toads te geven aan het begin van iedere battle, zodat ik eigenlijk die puzzel niet meer hoefde te leggen. En dat werkte best wel goed. Kortom, er valt dus genoeg op aan te merken, maar aan het einde van de rit kijken we hoeveel plezier ik met een game heb gehad. En dat was zoveel. Ik vond het zo leuk. Ik hou nou eenmaal van verhalende games. En daarom staat deze op nummer 2. Nummer 1. Animal Crossing New Horizons. Ja, degene die me al wat langer kennen, die in de Discord zitten of kijken naar twitch.tv/Rickachu, wisten natuurlijk dat Animal Crossing bij mij op 1 zou staan. Animal Crossing New Horizons kwam natuurlijk op het perfecte moment voor heel veel mensen om in te stappen in de serie of überhaupt in te stappen in de Nintendo Switch. Het gaf heel veel mensen de rust waar ze op dat moment zo naar op zoek waren. In Animal Crossing word je op een eiland gegooid samen met twee andere karakters en eigenlijk mag je dan gaan doen wat je wil. Niks is fout en alles is goed. En ik zal jullie een geheimje vertellen. Dit is mijn allereerste Animal Crossing ooit. Voordat de game uitkwam, zei ik tegen iedereen: ik weet niet of dit wel een game voor mij is. En nu zijn we gewoon 1000 uur verder, ken ik ongeveer alle namen van alle Animal Crossing villagers die er zijn. En ben ik al toe aan mijn 4e eiland. Animal Crossing New Horizons is misschien zelfs niet alleen mijn favoriete game van het 4e jaar van de Nintendo Switch. Misschien is het wel mijn favoriete game voor de Nintendo Switch ooit. Dat was hem, de jaarlijkse top 10 Nintendo Switch games met dit jaar de games die in jaar 4 zijn uitgekomen. Laat even weten in de comments wat jouw favoriete games van het afgelopen jaar waren. Was het bijvoorbeeld 51 Worldwide Games of Bravely Default 2? Ook Trials of Mana, Xenoblade Chronicles en Pokémon Mystery Dungeon Rescue Teams DX zijn nog langsgekomen in het afgelopen jaar, maar hebben deze lijst gewoon niet gehaald. Laat het weten jongens, wat zijn jullie favoriete games voor de Nintendo Switch geweest? Doe een duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren voor iedere dag Nintendo video's. En dan zie ik jullie gewoon bij de volgende video. Mazzel!